wij zinnen. We gaan verder met de volgende klets. En in dit geval een bijzondere klets. Het zijn Willa van Iersel en Monique van Zeeland. Die samen hier naartoe zijn gekomen vanuit Keijenspellersdorp. Daar is in Helvoort dus, hè. En zoals de meesten weten, Helvoort is aan nadenken om wellicht bij onze gemeente actief te worden. Oftewel, Helvoort wordt gemeente Vught. Hé. Die knieën van jou. Die is niet helemaal goed, toch? Waar is daarmee dan? Ja, die zijn helemaal opgezwollen. Ja, best. Ja, dan moeten we mee naar de dokter. Hoezo? Laat zien. Oh nee, doe maar weer naar beneden. Je hebt een BH niet aan. Ach ja, als je ouder wordt, hè, dan gaat toch alles veel handiger. Hè? Dan kun je lachen, hoesten en piezen tegelijk. Ja, en stinken. Ach, vanmorgen deed ik mijn plasje en stond op. Vanmorgen deed ik mijn plasje en stond op, mevrouw. Had hij niet andersom moeten? Ja, daar waren ik ook achter. Ik ken niet zoveel mensen in Vught. Ja, maar we kennen wel Bart Meesters. Je kent het toch wel, dat kleine manneke met die hele grote fotocamera? Maar dat is zo'n goeie manneke, die is bij ons in Helvoort komen wonen. Die doet zoveel voor de Helvoortse gemeenschap. Ja. Dat is zo'n lieverd. Ja, dat kunnen we niet meer missen. Nee, die zit bij de Harmonie. Ja. Die organiseert jeugdavonden voor de, met de carnaval bij ons in Helvoort. En hij zit bij de vrijwillige brandweer. Ja. En dan hadden wij het idee, we gaan Bart vragen of hij ons naar Vught brengt, naar Vughtersteden. Dan kan hij ons meteen door Vught, wat zij het zien, Vught laten zien. Dus toen gingen we even langs, ik denk misschien krijgen we nog wat koffie. Maar toen waren jullie moeder daar. Ik zeg, is jullie een Bart er ook? Oh, die is net uitgerukt. Oh, blij dat zegt, dan geef ik hem geen hand. Maar je bent onlangs oma geworden, hè? Ja, dat is toch leuk, Beb. Nou, gefeliciteerd, vrouwke. Alles goed met de kleine? Ja, met de kleine hartstikke goed. Alleen met mijn dochter weet ik eigenlijk niet zo. Wacht, ik zal dat geboortekaartje wel eens even voorlezen. Mijn borsten hangen, mijn doos is stuk. Maar oh, 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 wat een geluk. Een snoezig gezichtje, een roze huid. Tering, wat maakt dat jonge geluid. Dolblij zijn we met ons wonder. Maar alles is ontploft van onder. De zwangerschap ging soepel. De bevalling ging vlot. Alleen mijn doos, die is nu helemaal kapot. Dit wonder overtreft al onze dromen. Maar van seks zal het wel nooit meer komen. Wat hebben we van de kraamtijd genoten? Maar onze relatie, die is naar de kloten. Wil je mama's hechtingen komen tellen? Maar graag eerst even bellen. Ik denk dat wij toch nog maar voorlopig even in Helvoort blijven, hoor. We wachten wel tot de ruimte komt op de lijn, of? Ja, want door de gemeentelijke herindeling huren we in 2021 toch bij Vught. En tot die tijd blijven we gewoon in Helvoort. Ja, dat denk ik ook. Want we zijn en blijven toch echte Helvoortse. Een Helvoortenaar, dat ben je of dat ben je niet. Het zit in uw genen en in uw bloed. Het is er gemoedelijk en goed. Met een zachte G. Een Helvoortenaar, dat kun je niet worden. Ook al doe je nog zo uw best. Zonder dat er ergen en hee onderscheidt hij zich van de rest. Je hoeft het niet te proberen, want je kunt het echt nergens leren. En je krijgt het nooit onder de knie,
Want een helvoetenaar, dat ben je, of dat ben je niet. Willa van Iersel en Monique van Zeeland als Beth